Een matig begin aan de wedstrijd gisteravond, maar later in de eerste helft komen de Maastrichtenaren op gang. Aan het einde van de eerste helft verwachten de 6300 toeschouwers massaal een doelpunt aan Maastrichtse zijde. En het hing in de lucht. Jonathan Vosselman vindt het hier nodig om Gomez onderuit te halen. Maar de Fransman neemt wraak op zijn eigen manier. Met een mooie vrije trap. Thibaut duikt eronder door en Ole Tobiasen. Hij is trefzeker en zet de thuisploeg op een 1-0 voorsprong. Kijk er nog eens in de herhaling. Dankjewel Gomez. Thibaut komt er niet bij. Maar Tobiasen is daar en hij doet wat hij doen moet. En dan tikken de laatste minuten van de eerste helft weg. En Dame probeert het hier met een omhaal. Maar dat mooie doelpunt van vorige week, dat kan hij niet nog een keer herhalen. Zitten we in de tweede helft van de wedstrijd. Dan komt Go Ahead Eagles uit zijn schulp. Maar daar zit doelman Boffin van Maastricht goed bij. En als die bal was voorgekomen, dan was hij wel gevaarlijk geweest. Fuachapa wijst hun mannen dan de weg. En dan kan Maastricht weer gaan opbouwen. Steekballetje van Brenny Evers op Tom Dame. En die probeert het in één keer. Maar er zit doelman pas weer tussen. Alleen de grensrechter die sliep nog gisteravond. Want hij geeft MVV geen corner. En hij maakte wel meer fouten gisteravond. De scheidsrechter zag hier een overtreding. Discutabel, maar hij liet wel meer steekjes vallen gisteravond. Tuurlijk gaat het dan proberen op de paal. En in de herhaling zien we dat Bonfijn er wel tussen zat. En hier maakt Philip Haastroep hens. Dus dat had Winter ook niet gezien. Gelukkig voor MVV, want dat was een penalty geweest. Günter Thibaut had gisteravond een aantal kansen achter elkaar. Maar de Belg had het vizier niet op scherp staan. En hier een fantastisch hakje van Bruels op Gomez. En die legt voor. Thibaut moet hem maken hier. Een bal met voldoende snelheid. Maar hij kreeg hem niet langs de goede kant van de paal. En als het niet lukt aan de ene kant, dan maar aan de andere kant. Hier loopt invaller Van de Wal uit de rug van Van Bokstel. En die moet dan ingrijpen. En scheidsrechter Winter ziet daar een rode kaart in. En dat lijkt me toch wat overdreven. Toen ik niet gevlacht of gefloten werd, ben ik eigenlijk dat duel gaan spelen. En, ja, ik kan nu hoog of laag springen, maar ik denk dat die scheids een penalty geeft, omdat hij denkt dat het een penalty is. En in de herhaling kunnen we zien dat Van Bokstel met zijn rechtervoet op de voet van Van der Wal gaat staan. En volgens de scheidsrechter dus rood. Je kan erover discussiëren, maar Van Bokstel dus naar de kleedkamers. En natuurlijk, de penalty wordt benut. Go Ahead Eagles dus weer op gelijke hoogte. 1-1 via Aha Hoei. En we zien dat Boffin er wel nog bij zit, maar hij is net niet lang genoeg om die inzet te stoppen. En zo glipt de overwinning uit de Maastrichtse handen. En helemaal aan het einde van de wedstrijd legt Alex Briesink Overmars nog even over de knie. En ook hier trekt Winter de kaart voor. Geel voor Briesink. Fuachapa redt wat hij redden kan. Maar MVV laat hier 2 punten liggen in eigen huis. In de laatste seconde tikken weg. Als ook nog Tom Dame over de knie wordt gelegd. En ook daar komt weer de kaart voor. Zo eindigt een wedstrijd in veel kaarten en weinig doelpunten.